Sophie de Vrees, wat is je grootste blunder? Oh ja, ik weet het. Ik had een boeking en ik was aan het optreden. En toen ging mijn gulp open. En toen draaide ik om tijdens het zingen en ik was door aan het zingen en ik deed mijn gulp dicht. Het was echt schandalig, ja. Mootje vraagt, wat vind je ervan dat mensen op je lichaam letten? Ik vind het goed en slecht, want als ik overgewicht heb of zo, dan is het altijd fijn dat iemand in me zegt, nou, misschien moet je even afvallen of misschien moet je gezond blijven. Maar als er negatief wordt gepraat over mijn lichaam, dan trek ik eigenlijk daar helemaal niks van aan, want ik weet heel goed wat ik van mezelf vind. Dus zodra ik ermee eens ben, boeit de rest mij eigenlijk niet. Sim Ego vraagt, welke nummers van jezelf vind je het hardst? Ik hou echt van Tout est bon. Dat is echt wel mijn schatje. De vraag is, hoe was het om samen te werken met Boef? Boef is natuurlijk super creatief. Een goede rapper die goed kan schrijven. Hij heeft een heel goed luisterend oor. En het was natuurlijk ook wel spannend voor mij. Want het was mijn eerste samenwerking met zo'n grote artiest. En voor hem was het ook de eerste keer met een vrouw. Hij is heel erg lief. Het lijkt altijd alsof hij zo'n hele stoere jongen is. En dat is hij zeker. Maar hij is super lief. Hij heeft eigenlijk een hele goede hart. En hij steunt mensen heel graag. En hij is heel liefdevol, zeg maar. Dus dat is wel een klein geheimpje van hem. Hoi allemaal, het is je girl Numidia en leuk dat je kijkt naar de release reacties. Abonneer op het kanaal en mis natuurlijk geen aflevering. De eerste track is Martin Garrix, Toflow Pressure. I'm still tasting you, always under pressure. Ik vind deze track echt hard. Nou, heb ik nou een nieuwe track beseft voor mezelf? Nee, ik vind het echt anders dan Martin Garrix normaal eigenlijk doet. Normaal is hij iets meer up-tempo, zeg maar. En nu is het best wel sensueel, rustig, relaxed. Maar ook gewoon die andere instrumentgeluiden. Het klinkt zo hard, het klopt allemaal. Dus ik vind het echt tof. Ik ga deze pokoe onthouden, want ik wil hem zo luisteren. Ik zou heel graag een uitstapje willen maken in andere muziek. Ik ben sowieso al afkomstig van house. Ik heb heel veel house gemaakt voordat ik Nederlands eigenlijk ging zingen, want ik zong altijd in het Engels. Ik ben zelf ook nog afkomstig van soul en jazz. Dus het is een hele andere kant dan wat ik nu doe eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk zo de scene ingerold en ik ga denk ik echt nog een album droppen met heel veel verschillende soorten stijlen muziek. Dus ja, ik ben benieuwd wat mensen ervan gaan vinden eigenlijk. Ja, ik wil het best doen. This is a man's world that I wanna be nothing, nothing without a woman or girl. Oh, de volgende track is van Rolf Sanchez. Ven. Ik voel nu al dat het zoiets is. Yo sé que tú piensas en mí. Tú dices que no, pero sí. No lo pienses, mami, tanto, dale. Ven. No lo pienses, mami, tanto, dale. Ven. Ja, Rolf Sanchez is sowieso. Ik word altijd blij van zijn stem, zeg maar. Als hij een liedje maakt, is het zo lekker zomers. En zelfs in de winter, in deze lockdown, met deze sneeuw, voel ik me zomers. Als ik er naar luister, dit is echt, Wat ik vind van het Spaans, ik ben opgegroeid met het Spaans. Dus er staat ook Spaans, ik spreek het een klein beetje. En dat hij het zo kan brengen in dit soort muziek, zeg maar, vind ik echt tof. In het Spaans heb je ook eigenlijk altijd niet zo heel veel te zeggen dan leuke dingen. Weet je, gewoon over liefde en zo, dat soort dingen. Nou, bij mij in de liefde is het helemaal top. Nee, ik heb gewoon een vriend. Maar mijn vriend die is gewoon lekker een hele normale, lieve jongen. Die gewoon uit beeld blijft voor altijd. En lekker low-key is. Sia, David Guetta, Floating Through Space. Let's go! Nice! Ik ben echt fan van Sia. Sia is echt een goede zangeres.
En zij is altijd zo puntig, weet je wel. Zo... I love it, I love it. I really love it. Wist je dat Sia heel veel schrijft ghost songwriting voor de grote artiesten in de wereld? Lady Gaga, Beyoncé. Zij schrijft echt zoveel teksten. Zij is echt vooral een ghostwriter. Some days you feel your break, but you made it through another day. Ik snap het. Weet je wat ze zegt eigenlijk? Je krijgt het gevoel dat je breekt, maar je hebt andere dagen ook overleefd. En ik snap haar helemaal. Ja, nice. Ja, ik heb echt hel gezien in mijn leven. En ik ben natuurlijk heel erg aan het gaan werken. Nu ik ouder word, zeg maar. Daardoor heb ik eigenlijk gewoon geleerd en de afwering gekregen tegen dingen die pijn doen, zeg maar. Ik ben op mijn 17e ben ik uit huis geplaatst. En daarvoor had ik heel veel thuisproblemen. En ja, weet, het is eigenlijk een beetje dezelfde cyclus als wat andere jongeren hebben met thuisproblemen. En ja, ik heb eigenlijk een soort van mijzelf opgevoed. En ik heb op mijn 16e gewoon voor mezelf gekozen. En dat was heel zwaar om te doen. En ik ben gewoon weggegaan uit Venlo en ik ben in Utrecht beland. En dan zat ik daar, 16. Geen huis, geen geld, nee, geen vrienden, geen familie, niks. Dus ik heb eigenlijk een beetje gezien dat alles wat je wilt bereiken, dat kan. Want ik kom ook van een diepe goot. En ik was ook mentaal niet echt in orde op dat moment. Maar toch heb ik het wel gedaan. Het allerbelangrijkste wat je moet weten als je uit zo'n situatie wil klimmen, is het geloven in jezelf en het kennen van je eigen eigenschappen. Zodra jij al die kennis beheerst over jezelf, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Want dan heb jij controle over jouw brein. Ja, ik woon nu gewoon op mezelf. Ik woon nog steeds in Utrecht. En mijn ouders wonen wel nog in Venlo. Ik heb gewoon nog contact met hun, gewoon normaal. En we hebben gewoon een goede band. Maar het is wel altijd beschadigd, weet je. Het is niet in één klap, oh, weet je. Die band die je niet had, die heb je gewoon niet. En dat is jammer. Dat is echt jammer. Het is gewoon een proces, hè. Ik ben pas 21 en ik ben net uit de zorg gestapt. Dus het is allemaal gewoon een beetje opnieuw gaan binden met iemand, weet je. En dat duurt even. Nu, soms spreek ik wel iemand gewoon lekker om mijn ei kwijt. Dat vind ik wel fijn. Maar voor de rest gaat het gewoon supergoed. Ja. De vierde track is Tabita voor nu. Als jij straks je eerste vriendje krijgt, maar voor nu groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Nice. Ik zat even in die verhaal. Nee, maar ik vind haar stem heel mooi hier voorkomen, zeg maar. Het komt echt naar voren en je hoort echt de kwaliteit van haar stem. En dat vind ik mooi. Dat het heel, dat het eigenlijk niet zo heel gewoon simpel is. En zij gewoon met haar, want zij heeft heel veel vibrations en ad-libs en zo. Dat ze dat heel mooi kan laten horen. En dat heb ik eigenlijk heel weinig gezien bij haar. Dat is echt mooi. Had ze dit niet gemaakt voor haar baby? Oh, ik wil heel graag kindjes. Ik ga sowieso 5 kinderen. 6, kan ook. Maar nee, ik wil echt, ik hou van kinderen. En omdat ik zelf enigst kind was, wil ik natuurlijk heel veel kinderen. Dus ja. Het allerbelangrijkste wat ik mijn kinderen zou meegeven is respect. Echt respect. Sociaal. Dat ze leren hoe ze moeten omgaan met mensen. Verschillende soorten mensen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk hun groei naar als ze ouder worden en de puberteit en de keuzes die ze gaan maken. Dat vind ik belangrijk, want ik weet de puberteit is niet zo'n makkelijke periode voor kinderen. En daar hebben ze gewoon hun ouders nodig, weet je. Ik heb mijn ouders echt nodig gehad en die had ik niet, zeg maar. En dat wil ik hun wel geven. Toen ik klein was, nou, ik was echt zo druk, hè. En ik was echt, ja, ik was soms wel echt een kattenkwaad. Ik hield zoveel van kattenkwaad. Maar ik was vuurwerk aan het afsteken voor de deur. Maar gewoon rotjes en zo, weet je. Ik was niet illegaal vuurwerk aan het afsteken, gewoon rotjes. En naast mij, zeg maar, wij wonen aan de hoek en hier, zeg maar, zo'n plantenhek. Want daar zit een andere woning. Nou, ik gooide dus een rotje en toen vloog heel die hek in brand. En toen heb ik die jongen de schuld gegeven. En ik heb zelf de brandweer gebeld. Dat is het allerergste. Het spijt me. Broederliefde, vuur.
Ik zie dat je zoekt toch. Hier ga je leren, kijk uit waar je loopt. Want ik zweer je bezit je, je zegt je bent best toch. Girl, ik bezeer je, geef je goede seks en negeer. Ik val niet meer een mooie vrouw. Ik heb schade, want ze praten maar kunnen niet houden. Nice, ja, ik ken deze track al. Ik vind deze track echt geweldig. En vooral Jer van Broederliefde, die komt hier echt super smooth. En ook gewoon lekker simpel, weet je. Gewoon die stem naar voren en de muziek, weet je, lekker chill. Ja, dit klinkt gewoon lekker. Ik vind Broederliefde echt geweldig. Ze brengen altijd good vibes, ze zijn altijd heel blij. En ik vind ook dat hun altijd relevant blijven. En dat vind ik zo knap van hun. Baby doet HC, zij wil geen DP. Zij wil nette mannen in een pak of AP. Ik hecht totaal geen waarde aan merk. Zoals jullie zien, dit is echt geen merkkleding. ik vind dat onzin. Omdat ik heb natuurlijk wel, wel merkdingen. Maar het is niet zoiets van dat ik het moet kopen. Ik bestel mijn kleding allemaal op ASOS en zo. En het is zo cheap en zo goed. En omdat ik best wel wat rondingen heb, pas ik niet echt in broeken in Nederland. Dus ik moet sowieso broeken bestellen uit Amerika. Anders heb ik geen broeken. Ik ga sowieso een album uitbrengen. Dat wordt mijn eerste album ooit. Dus dat is heel speciaal voor mij natuurlijk. En ik ga ook een hele andere kant van mijzelf laten zien. Een iets muzikalere kant van mezelf. En ook gewoon dieper over mijzelf. Dus dat mensen echt gaan leren kennen wie ik ben. En ja, daar gaat echt zoveel komen. Echt.